50 meter. En de start is gevallen. De paarden zijn onderweg. En het is na de start in het midden van de baan. Paard nummer 4, Calypso Bravado, die naar de leiding snelt. Aan de buitenzijde onder druk komend van Céline. Zo gaan de deelnemers de eerste bocht in. Waar bevindt zich dan de favoriet? Die ligt al mooi in het veld in het derde spoor. Rond de huizen komt hij naar voren. Ronald de Beer met zijn nummer 9. Bastiaan B. galopade nu voor het paard van Hugo Langeweg. En dat is Céline. Céline heeft een galopade gehad en valt terug naar de laatste gelederen. Als in het tweede spoor Bastiaan B. oprukt tot schuin naast Bastiaan aan Krebas. En dat is dan de situatie als de verre linkerbocht bereikt is, waarbij Bastiaan B. doordrukt. Calypso Bravado echter houdt tegen. Calypso Bravado houdt de kop. Bastiaan B. parkeert in aan de binnenkant. Aan de buitenzijde komt naar voren Bruno Lanzarote, een paard dat het per start beter gaat doen, maar nu geen makkelijke koers krijgt. En daarachter dan een aansluitende vorm aan de binnenzijde. Zo te zien paard nummer 2 Cesar WT onder het nodige voorbehoud. En daarachter volgt dan ook nog op enkele lengte de 1 Coco Noir voor Cashflow. Twee rondes te gaan met aan kop van het veld Calypso Bravado voor Bastiaan B. En aan de buitenkant opkomende Bruno Lanzarote. Dat wordt de ideale gangmaker voor het paard erachter. En dat is paard nummer 1 Coco Noir. Aan de binnenzijde Frans van der Blonk met Cesar WT loopt geen meter te veel. En daarachter komt Rosalie Jansen aansluiten met Cashflow. Een paard die de indruk wekt op dit pad wel aardig uit de voeten te kunnen. Uitgeschakeld nummer 5. Nummer 5 galop. Op weg naar de overzijde van de baan met daar een compacte groep van 6. Onder aanvoering van paard nummer 4 Calypso Bravado. Heeft een lengte voor. Op de tweede plaats hebben we dan aan de binnenzijde Bastiaan B. De grote favoriet daar helemaal ingesloten. Aan de buitenzijde Bruno Lanzarote. Ook niet een paard dat zo snel stopt. En achter Bruno Lanzarote volgt daar aan de binnenzijde Cesar WT. En achter Cesar WT aan de buitenkant Coco Noir. Michel Rotegatter geeft hem een mooie rit. En achter Coco Noir in het tweede spoor Cashflow. Paarden komen in de rechte lijn en in de stroom onder regen nog altijd hier op Alkmaar. Bas Krebas aan kop van het veld met Calypso Bravado. Bruno Lanzarote aan de buitenkant. Aan de binnenzijde Bastiaan B. Als hij eruit komt is het de winnaar. Aan de wijde buitenzijde wordt zo langzamerhand de derde spoor ingestuurd. Paard nummer 1 Coco Noir. En daarachteraan kan Cashflow. Door de bocht op weg naar de overzijde van de baan voor de laatste maal. Met nog altijd dezelfde koploper. Paard nummer 4 Calypso Bravado. Calypso Bravado aan de buitenzijde Bruno Lanzarote. En dan aan de reningszijde Bastiaan B. Die werkt geen kant op kan. Achter Bastiaan B. komt aan de wijde buitenzijde mogelijk nog een aanval van Coco Noir als mede ook van Cashflow. En daartussendoor paard nummer 2, Cesar WT. Cashflow met een galopade en we komen dan de laatste rechte lijn in. En ja, die favoriet die zit daar aan de binnenkant en kan werkelijk geen kant op. En ik denk ook niet dat de ruimte er nog gaat komen. Laatste rechte lijn Calypso Bravado aan de kop. Aan de buitenzijde Bruno Lanzarote. Calypso Bravado houdt nog altijd de koppositie. Bruno Lanzarote, Bastiaan B. aan de binnenkant. Zo gaan we op weg naar de finish. Bruno Lanzarote met een paar grote stappen aan de buitenkant komt net te laat. Het is de 4, de 6, de 9 en de 2. En dat is voorlopig. Bas Krebas is gearriveerd met zijn Calypso Bravado. De familie Otto, ook eens even kijken of we mogen huldigen. Het antwoord is ja. Calypso Bravado, een driejarige bruine merrie van Gigant Neo uit Piek, Limburg. Ja, gefokt door in bezit van de familie Otto. Trainer Bas Krebas, hij zat ook in de Zulky. Bas, gefeliciteerd. Ten opzichte van zijn laatste koers, wat zijn je bevindingen? Nou, de vorige kon ik er niet uit, anders was ik 2 geworden. Want ik zei al op stal, ik heb een goede kijk vandaag. En nu kreeg ik de kop, ik denk niemand voorbij laten. Hield het precies vol tot op de streep, dat niet wel gaat hoor. Dat zag je wel door de streepsprong. Maar heel lekker trouw beestje wordt dit. Ja, een goede beslissing geweest achteraf, want Ronald zat natuurlijk met zijn favoriet helemaal vast. Ja, die zat lekker te hijgen in mijn nek. Ik denk niet wegrijden, rustig zitten blijven. Pakt goed uit Bas, dankjewel. Bas Krebas, hij wint met Calypso Bravado de Victory 5 prijs, het eerste onderdeel daarvan althans. En gaat nu aan u voorbij rijden. Het is gezellig druk boven in het restaurant van Alkmaar. En u kunt middels handgebaren uw blijk van waardering geven aan de mooie rit van Bas Krebas en Calypso Bravado. De uitslag, dames en heren, van de derde koers is officieel. Gewonnen door paard nummer 4, Calypso Bravado. Bas Krebas, die wint er 1, 24-7. Tweede de 6, Bruno Lanzarote. Derde de 9, Bastiaan B. Vierde de 2, Cesar WT. En vijfde werd de 1, Coco Noir.